Zeg eens eerlijk, als jij een nieuw huis koopt, laat je het vorige dan ook meteen slopen? Nee, natuurlijk niet. Dat verkoop je aan iemand die er ook weer lang plezier van heeft. Helaas werkt dit in de bouw niet zo. Daar is slopen nog steeds de standaard. We gooien bijna alles weg. Of verwerken het tot iets met veel minder waarde. Maar liefst 37% van alle afval in Nederland komt uit de bouw. Dat moet anders. Dat kan anders. En wij gaan het laten zien. Wij gaan een van de meest markante torens van Nederland niet slopen, maar demonteren en opnieuw opbouwen op een andere plek. Dit is het gebouw van de Nederlandse Bank. En deze toren is de Satelliet. Een opvallend element in de skyline van Amsterdam. 390 betonnen vloerdelen en 104 trappen. Een magazijn vol opnieuw bruikbare en recyclebare bouwmaterialen. En de Satelliet? Die is straks niet meer nodig. Ieder gebouw is in potentie een donorgebouw waar je uit kunt halen wat erin zit. Letterlijk. Dat heet urban mining. Want waarom zou je opnieuw maken wat je nog prima kunt gebruiken? Wij inventariseren en beoordelen alle onderdelen. We demonteren ze met zorg en laden ze in elektrische boten. We vervoeren ze over water naar een werf, slaan ze op en maken ze geschikt voor een tweede leven. Zo maken we 3 keer winst. Winst voor het milieu. Winst voor de toekomstige gebruikers. Winst voor onze maatschappij. Er komt geen extra afval bij en we hoeven ook geen nieuwe onderdelen te laten maken. Dit is het nieuwe goud. En dat delven we met urban mining. In een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden en stikstofregels ongeremde productie onmogelijk maken. Wij geloven dat urban mining de toekomst is. Sterker nog, volgens ons is het de enige toekomst. Benieuwd wat er met de satelliet gaat gebeuren? Dat vertellen we je in een volgende video.